Een heftige aanval op een moeder en een kind op een roltrap ergens in China. Zomaar ineens komt er een winkelwagen naar beneden gedenderd. Hulp komt snel en die is ook nodig, want mama is meteen buiten westen en het gezicht van haar dochtertje zit onder het bloed, maar uiteindelijk vallen de verwondingen mee. In de herhaling is te zien dat ze het karretje al aan horen komen, want ze kijken eerst nog even om. Volgens de supermarkt in Harbin, waar dit gebeurde, was het geen ongeluk, maar opzet. Bovenaan de roltrap is namelijk een jongen gezien die de winkelwagen een zetje heeft gegeven en die is meteen weggerend. De politie is uiteraard een onderzoek gestart.